Klaar voor? Ja, wat jij zei doen. Hey, die boys zijn niet bij, maar we zien hoe snel toch, of niet? Waar zijn die boys, man? Ah, fuck! Ik begat hem te zeggen! Ik geef vandaag weer een fucking epische prijs weg. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een reactie achter te laten onder deze video. En te abonneren op mijn kanaal. En dan maak jij kans op 500 kauwgompakjes. Ik weet niet hoe, waarom en wat, maar kauwgom 500. Het enige wat je hoeft te doen om gratis fucking kauwgom te krijgen is abonneren op mijn kanaal en een reactie achter te laten. Dus doe het. Ja! Ik maak de winnaar trouwens bekend op Snapchat. Calvijn, daar wordt de winnaar bekendgemaakt. En mocht jij nou... Hé, wacht eventjes. Ik heb even een bruggetje voor mezelf hoor. Ik ben namelijk vrij actief op Snapchat. En ik ben niet de enige, maar andere YouTubers zijn dat ook. En ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon snaps van YouTubers nadoen. Klaar. Niks meer aan doen. Fucking easy. Boom. Ik vond het gewoon geinig. En de eerste snap die ik ga nadoen is van onze grote vriend Armo Was Right. Yeah! Armo, als je dit ziet, hallo, alles goed met jou? Ja hoor, ja. Ik ga gewoon een snap bekijken. Hey, die boys zijn er niet bij, maar we zien hoe snel, toch? Of niet? Waar zijn die boys, man? Dit is niet zo moeilijk, volgens mij. Ik weet alleen niet wat hij zegt. Ik ga je wel nadoen hoor, daar niet van, maar ik snap gewoon niet wat je zegt. But I'm okay. Let's go. Oké, ik ga weer mensen nadoen. Niet selfies, niet snaps van chickies, maar snaps van YouTubers. Ka! Ik doe vandaag een aantal YouTubers na. De eerste die ik nadoe is Armo Was Right. Armo Was fucking right. Hey, quite fancy boy. Ik heb natuurlijk zoals altijd, als jij een vaste kijker van deze show bent, en dat ben jij natuurlijk, en zo niet, dan word je dat. Dan weet je dat ik altijd even wat spulletjes verzamel. Leuke spulletjes verzamel, zodat ik de snaps zo accuraat mogelijk kan nadoen. Waar de fuck zijn die spullen allemaal? Dames en heren, ik presenteer met trots alles wat je nodig hebt om YouTubers na te doen op Snapchat. Het is fucking veel shit. Oké, dit is Armo. Armo, grote vriend, je weet toch hoe het gaat en shit. Ik heb een auto nodig. Nou, laat ik nou toevallig een auto hebben. Ik heb een jongen op de achterbank nodig. Nou heb ik toevallig ook een jongen op de achterbank. Ik heb witte oordopjes nodig. Boom. White eardops. Verder heb ik een Armo Was Right shirtje nodig. Nou, ik denk niet dat ik op een of andere manier snel aan een Armo Was Right shirtje kan komen. Oh nee. Oh nee. Oh yeah! Oh yeah! Mensen, I just fucking have it. I have it. I'm the official Armo Was Right fanboy. There you go. It's me. Don't worry about it. It's Armo. Fucking trots. Fucking trots. En kijk, het probleem is een beetje. Armo heeft, zoals je ziet, heeft zijn haar geverfd. Hij heeft donkere haartjes. Ik heb blonde haartjes. Alleen hij heeft donkere haartjes hier en bovenop heeft hij blond. Dus ik had een idee. Wat nou als ik gewoon... Even kijken. Als ik gewoon iets met een soort van haarband of zo. Ik ga iets proberen met dit. Ik weet niet of dit überhaupt een idee is. Laat staan of het een goed idee is. Is het slim om dit gewoon op te knippen? Fuck it, ik ga dit gewoon knippen, G. Zo. Yeah, baby. Alright, let's go. Oké, mijn idee is nu als volgt. Om zeg maar, om gewoon dit te doen. Dit is echt zo fucking lame. But I'm just gonna do it. I don't give a shit. Jullie weten dat ik groot fan ben van tape. Kijk, prima. Niks meer aan doen. Fucking lekker. Fucking lekker, Kelvin. Dit is dus Armo met een hoofdband. Nee, dit ben ik. En dan een Armo vorm. Ik weet niet wat ik aan het doen ben hoor, sorry. Ik denk dat als ik mijn Armo Was Right trui aandoe. Wow, kijk mijn hoofd. Come on! Come on! Ah! Boom. Lekker. I feel like a fanboy, man. Oké, het enige wat ik nu nog een beetje hoef te doen. Is in een auto stappen en een bijrijder fixen en witte oordopjes en that's it. Het is boy Armo met Quivines. Let's go for a ride, man. Ik ga weer in de auto. Heb jij de sleutels ergens? Quivines heeft op zich best wel veel overeenkomsten met jou. Qua kleding. No racism. Oké, nou moet ik achter het stuur gaan zitten. Oké, we in the car. I'm here met Quivines, your boy. Kijk, mensen, dit is altijd het lastigst. Nu komt het nazeggen van en de intonatie van en zo. Dus, dit is fucking moeilijk, man. Komt-ie. Ja, hij heeft echt zijn arm eromheen. Belangrijk is, Armo heeft zijn gordel om. Armo is een nette jongen. Niks aan de hand. Kwai heeft geen gordel. Kwai heeft geen gordel om, hij heeft scheid. Hij is kwai, jongen. Hij heeft zijn rechterarm. En dan zeg ik, zing eens mee. En wij zijn toen. Hey, die boys zijn er niet bij. Maar zie je snel toch, of niet? En dan doe jij gewoon dat. En dan, waar zijn die boys, man? Oeh. We kunnen wel moeilijk doen, maar we kunnen er ook gewoon voor gaan. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Ja! Zijn we er klaar voor? Klaar. Let's go, man! Okay. Yes. Hey, wat jij zei toen. Hey, die boys zijn niet bij, maar we zien snel toch? Waar zijn die boys? Waar zijn die boys, man?
Nee, hij was niet goed. Jij moet nog nee schudden en ik deed de eerste keer mijn vinger omhoog. Dat moest niet. Dus vallen en opstaan. Het leven is vallen en opstaan. Klaar voor? Hey, die boys zijn er niet bij, maar we zien hoe snel, toch? Of niet? Waar zijn die boys, man? Ah, fuck! Ik vergat het te zeggen! Ja, wat je daar zei toen. Nee, wat zit hij überhaupt aan het begin? Ik moet nog denken aan wat jij zei toen. Let's go. Moet nog denken, fuck! Het gaat steeds lastiger. Als jij nou klaar gaat zitten, druk ik op spatie. Oké. Moet nog denken aan wat jij zei toen. Hey, die boys zijn er niet bij, maar we zien hoe snel, toch? Nee, ik had het niet goed. Ik moet eerder naar mijn hoofd. Nog denk aan wat jij zei toen. Hey, die boys zijn er niet bij, maar we zien hoe snel, toch? Of niet? Waar zijn die boys, man? Waar zijn die boys, man? Ik vergeet het de hele tijd om te zeggen. Bijna goed. Oké, we hebben hem, Klaar voor? Nee. 1. Nog denk aan wat jij zei toen. Hey, die boys zijn er niet bij, maar we zien hoe snel, toch? Of niet? Waar zijn die boys, man? Oeh. Ja! Hij is fucking goed, man. Holy shit. Hij is echt sick. We did it, man. Give it. We fucking did it. De volgende snap die ik ga nadoen van een YouTuber is van iemand waar je natuurlijk niet onderuit kan. Het is de enige echte Kaassoufflé Vlogs. Nee, dat is een grapje. Die bestaat niet. Misschien wel. Nee, ik heb het over Dave en Enzo. Ik ben aan het kakken en Dave komt gewoon naast me zitten. Nee, je had een splinter, lul. En niet waar dat ik die eruit haal. Wow, oké, ja, duidelijk. Hey, lekker! Oké, de volgende snap is van het bekendste YouTube-stelletje van Nederland, Enzo en D. Ik heb geen dame hier op kantoor. Dat is een beetje lastig, dus ik, Quinten. Maar voordat ik Quinten ga vragen om D te spelen, ik heb een zwarte pet nodig, zie ik. Zwarte pet, check. Wit shirt, check. Witte schoenen, heb ik die? Ja, fucking nice, I got him. En een grijze broek. Laat ik hier nou net toevallig een grijze broek hebben liggen. Way you, man. Ja, we gaan even weer naakt, jongens. Niks aan de hand. Zo, I got white shoes. Zo, beter. Veel beter. Yo, Quinn, je vond het vrij begrijpelijk dat ik jou vroeg om Quaifines te spelen, toch? Wil je nu D spelen? Oh, ik ga het pruiken al, Mattie. Ja. Zo. Oké. I didn't expect you to be this excited. Nee, maar ik zag echt voor Day met mijn haar. Oké, Day heeft verder even kijken hoor. Een blauwe spijkerbroek. Nou, laat ik die nou toevallig hier hebben. Een donker shirt en een soort grijs-wittig vest of zo. En ik doe deze wel. Dit kan wel zo, prima. Niks meer aan doen. You open this. Oh. Hier. Dit is ook voor jou. Ja, hij moet wel weer af. Ik moet eerst een zwart shirt aan. Pew, 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 pew. Oké. We ready for this. Ik check je zo op de wc. Jongen. Dit wordt gezellig. Dit wordt zeker gezellig. Oké, nu moet ik daadwerkelijk naakt gaan. Ik hoop dat jullie begrijpen waarom ik nou niet mijn onderbroek uitdoe. Want je snapt het, toch? Denk aan wat jij zei toen. Wow. Hallo Day. Oh man, die haren zijn in mijn ogen. Dit is echt weird man, dit is echt heel raar wat ze hier aan het doen zijn. Dat is die guy van Songfestival. Ja. Wat doet dit zo? Yo, ik zit te kakken. Even, ik zit gewoon te kakken. Nee, joh, ik ben splinter. Ja, dan zeg je dat. Oké, we gaan even een generale repetitie. Ik zit te kakken en de Day verslaat me zit. Uithalen! Dit is echt mijn fucking moeilijkste. You ready? Ik zit gewoon kakken. Ik ben aan het kakken. Ik ben aan het kakken en D komt gewoon naast. Nee, I'm fucked up. Ik moet later naar beneden met de camera. Ik ben aan het kakken en D komt gewoon naast. Nee, jij had een splinter, lul. Oh fuck. Bijna, so close. It's gotta be perfect. Oké, let's go. Ik ben aan het kakken en D komt gewoon naast. Nee, jij had een splinter, lul. This is it, man! We did it again! Hey, I have to admit, the kill vlog is doing it again. Ik doe weer gewoon die snapjes na alsof ik het elke dag doe. Ik doe het ook bijna elke dag. De volgende snap is van onze grote vriend Gio, a.k.a. Gameplay World XL. Hij maakt... Oh, ik heb echt fucking erg slaapogen. Echt extreem. En er komt over een half uur komt er een televisieploeg hier zo bij mij thuis. Maar mijn ogen moeten echt even groot worden. The struggle is real, Gio. The struggle is real. I know it. Dat is de reden waarom ik 's ochtends vroeg geen kelvlogs meer maak. Omdat ik dan echt... Ik had een Armour Was Right trui, natuurlijk. Want die heeft tegenwoordig iedereen. Natuurlijk gewoon. Dat is logisch. Ik heb geen Gio. You got
got it right. Ik heb gewoon een fucking Gio trui. Pers van de fucking pers. Ik ben best wel savage. Look at it go. Look at me go. Oh, hij is wel. Oh, dit is de bedoeling. Dit is de bedoeling dat deze mouwen zo. Ja, dat is de bedoeling. Wow. Oké. Okay. Oké, okay, verder heeft Gio zijn haar een beetje alsof hij net uit de douche komt. Dus dat is voor mij ook niet zo moeilijk. Boom. Dit is identiek, jongen. Dit is identiek. Ik ga deze gewoon rocken, dames en heren. Oké, nu moet ik even de lines instuderen. Oh, ik heb echt fucking erge slaapogen. Oh, ik heb echt fucking erge slaapogen. Echt extreem. Extreem. De televisie staat hier zo bij mij thuis. Mijn ogen moeten... Dit is moeilijk. Oh, ik heb echt fucking erge slaapogen. Oké, ik moet deze zin kunnen dromen, mensen. Televisie ploeg hier zo bij mij thuis. Nog een keer. Er komt over een half uur. Oké. Oh, ik heb echt fucking erge slaapogen. Echt extreem. En over een half uur komt er een televisieboek bij mij, hier bij mij thuis. En mijn ogen moeten echt even groot worden. Fuck! Hij is moeilijk. Oh, ik heb echt fucking erge slaapogen. Echt extreem. En over een half uur komt er een televisieboek bij mij thuis. Mijn ogen moeten... Hij doet zijn hand nog over zijn ogen heen. Shit. De details, mensen. Dat is belangrijk. Kijk, ik doe hem nog één keer en dan moet ik ook echt grote ogen opzetten. Dat is belangrijk. Oh, ik heb echt fucking erge slaapogen. Echt extreem. En er komt over een half uur een televisieploeg bij mij thuis. En mijn ogen moeten echt even groot worden. Oké. Okay. Kom op, alsjeblieft. Laat het hem zijn, man. Ik doe zo hard mijn best, mensen hier ook. Ja! Heb hem! Fucking nice. En nu mag deze trui, hou ik voor altijd aan. De volgende snap is van de snapkoning. Niet snapking. Nee. Hij is van Joost. Ik vind Joost fucking episch op Snapchat. Hey, thanks Sophie voor het onderwerp. Je onderwerp was best wel scherp, want ik ben fat savage. Chop je net een cabbage. Oké, ik weet niet waar ik zo'n bril. I don't even know. Oké, deze snap is niet extreem moeilijk, maar hij is wel grappig, denk ik. Dus een pet, een bril, een wit shirt en sicker rap skills. Oké, okay. I'm just gonna put this on my head, there you go, very nice. En deze bril, ja, ik denk dat er niemand in de wereld is die deze bril daadwerkelijk heeft. Dus ik vond deze er wel op lijken eigenlijk. Hop, 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 hop. Nice. Even brilletje. Ik denk dat dit wel goed gaat komen. Nou, als ik heel eerlijk ben, vind ik het een goede poging, al zeg ik het zelf. En dan petje op, geen haar. Nou, mensen, check de overeenkomst. Ja, jullie zien helemaal niks. Maar nu moet ik het onmogelijke mogelijk gaan maken. Ik moet het mysterieuze gebrabbel van Joost Klein gaan vertalen in iets wat ik ook kan. Linkerhand. Komt goed. Ik ga gewoon even een testje, even proberen. Gewoon omdat het kan. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat het kan. Hey. Thanks Sophie voor het onderwerp. Het onderwerp was best wel scherp. Want ik ben vet savage. Chop je net een cabbage. Chop je net een cabbage. Komt ie. Thanks Sophie voor het onderwerp. Thanks Sophie voor het onderwerp. Je onderwerp was best wel scherp. Want ik ben vet savage. Chop je net een cabbage. Oké. Okay. Ik heb maar gewoon iets geprobeerd. Ik weet niet of het goed is, maar ik ga het nu even kijken. Ik had hem bijna goed. Ik moest alleen een... moest iets later. Hey, thanks Sophie voor het onderwerp. Je onderwerp was best wel scherp, want ik ben vet savage. Chop je net een cabbage. Yeah, man. I fucking did it, people. Ik heb het gewoon gedaan. Ik ben zo trots op mezelf. Lekker. De volgende snap van een YouTuber is niet zo moeilijk. Het is geen Nederlandse YouTuber. Het is een Belgische YouTuber. Het is Acid. Yo, ik ben Acid. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik zal zeggen, let's go. Dat was mijn poging om Nathan na te doen. Maar, wow, Nathan na te doen. Dat is een woordgrap die ik alleen snapte, denk ik. Ja. Nathan, bring it. Holy shit. Nasty. Deze snap is zo fucking hilarisch, man. Hij zegt letterlijk gewoon bounce op een beat en zeggen: oh shit, nasty. Hij heeft een horloge, zie ik. En een trui. En een fucking korte broek. Ik heb hier een horloge. Korte broek. En een trui. Oh, fucking nice. Here you go. Aight. What you know about Nike truien? Ik niet, want dit is gewoon opgeplakt. Chop je net een cabbage. Nike truitje in the making. Very nice. Verder. Hij heeft zijn trui zo opgerold volgens mij. Opgerold. Hij heeft zo'n horloge om zijn rechterarm. Het komt niet eens close bij zijn horloge. Maar hey, fuck it. Oké, ik moet even in een donker kamertje gaan zitten. Klaar. Ik ga gewoon hier zitten. Gewoon net zoals Nathan. Dus je doet dit. En dan. Holy shit. Nasty.
Oké, ga er goed naar kijken. Nog één keer goed naar kijken. Holy shit. Nasty. Holy shit. Nasty. Holy shit. Ik heb hem gewoon in één keer goed. Gewoon in één keer. Oh, nasty, what up? Het is me gewoon weer gelukt. Ik heb gewoon die YouTubertjes weer nagedaan op Snapchat. Niet hier, maar niet op Snapchat, maar hier in deze video. Geeft niet. Nu we het over Snapchat hebben, ik heb Snapchat, daar maak ik de winnaar bekend van de prijs van de, voor Roeger. Vroeger. Wat zeg ik allemaal? Ik geef 500 pakken kauwgom weg en de winnaars daarvan maak ik bekend op Snapchat. Wat jij hoeft te doen om kans te maken daarop is een reactie achter te laten en te abonneren op mijn kanaal. Zo simpel is dat, het is allemaal fucking simpel. Hey. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken allemaal. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie er weer bij waren. En dan zou ik nog maar één ding zeggen, namelijk... Yo, what up gasten? Ik probeer al jarenlang in de camera te spugen en dat lukt me nog niet eens. Hij gaf een fucking... Hij gaf het hek gewoon een kopstoot. Deed hij dat echt? Fucking kom niet zo dicht bij de camera, bro. Weet je hoe kut het zou zijn als ik elke video zou maken als hij? Ik vind het niet eerlijk. Ik vind het niet eerlijk dat jullie geen emotie hebben voor blanke jongens die in Amsterdam wonen. Ja, is dat duidelijk? Hè? Blanke jongens die in Amsterdam wonen.